Waarom zou ik foto's van jou maken? Ik ben geen homo. Ik ken jou niet. Als je christen bent, dan heb je respect voor andere mensen. Als je een christen bent, dan heb je respect voor andere mensen. Wat er is dan? Ja, oh, dat is wat anders. Ja, ja. Ik heb dit land laatst gekocht, zeg maar. Dit land? Ja. Ik weet niet of u bekend bent hier in de buurt. Oh, dan ben je wel een rijke man, hè? Nou, val mee. Val mee. Dit paardje is van jou? Paardje niet, hè. Ah. Ja, maar dat is het stuk waar je net in zat. Kijk er eens naar. Ik heb gras geplukt. Gras? Gras is gezond. Gras geplukt? Gras. Als een hond zich niet goed voelt, eet hij gras. Een kat ook. Ja, ja. Er zit bladgroen in, is gezond. Nou, ik zal je vertellen, want ze komen hier de kastanjes jatten en de kersen. Dus vandaar dat ik heel even aankom. Je ziet uit als Jezus en jij zou problemen hebben dat mensen kastanjes... In principe niet, man. In principe niet. Maar ik vraag me wel af, zeg maar, wie je weet. Ja. Maar ik kom hier vaker. Dit is gras. Je hebt goede ogen, je bent nog vrij jong. Dus, maar ik kom hier vaker, of dat niet? Ik kom hier vaker, ja. Ja? Ja. Kent u de vorige eigenaar? Nee. Ook niet? Nee, die ken ik niet, nee. En u komt hier gras eten? Ik pluk hier gras en het bos is mooi. En het bos is mooi, oké. Okay. Nou, dan zou ik u misschien wel vaker zien. Ja. Maar ja, geen gekke dingen doen, alsjeblieft. Ik pluk gras en meer niet, dus ik doe geen gekke dingen. Nou, dan dat kan ik nog wel tolereren. Maar, ik heb ook verhalen gehoord van drugsafval dat hier gedumpt wordt en ik weet niet wat. Nou, kijk, dan kom ik niet met de fiets, hè. Kijk, zie je, er zit geen bagagedrager op, ik kan geen drugsafval vervoeren. En ik ben tegen drugs, ik haat alcoholisten, ik haat rokers. Oh, okay. Alhoewel, rokers, dat valt nog mee, want mijn auto rookt ook. Maar junkies heb ik niks mee. Of iemand... Of iemand moet een kind verloren hebben en is daardoor junk geworden, door de stress. Ik kan het ophouden met bellen. Ik ga hem bellen. Ja. Ja, die luistert mee. Oh, wie is het? Hallo. Oh, die, die jonge man hoort jou. Kan je hem groeten? Hey, Tristan. Hoi. Hey, met wie spreek ik? Hoi, met mij. Met mij. Met mij. Oké, hallo. Hij kan ook mee, zegt ja. Zij woont in Eindhoven. Eindhoven, sorry, dat is een stukje verder, wat? Ja. Maar ik kom hier. Je bent niet van hier, hè? Ik was gewoonlijk van een paar dagen verder, ja. Ja. Inge, ik spreek je later, hè? Oké, doe voorzichtig. Ja, groetjes, hè? Oké, groetjes, hoi hoi. 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 Waar woon jij in die hut daar? Ja, ik heb even een tijdje opgezet, maar dat kan binnenkort wel weer weg. Ja, dat lijkt me ook. Dus, ja, er zijn al veel meldingen en klachten gediend. Dus, over jou? Weer, ja, over mij, ja. Dat zijn mensen die geen leven hebben. Nee, mensen die kanker hebben meegemaakt of wat dan ook, die maken zich niet druk over kleine dingen. Ik zit zelf in de zorg. Ja. Ik zie dementerende mensen en ik zie de familie. En die mensen die maken zich echt niet druk over iemand die in het bos slaapt waar niemand last van heeft. En die mensen die niks anders te doen hebben, die gaan daar sport van maken om hier te bezeiken. De journalist heeft hem hier ook al flink bezeken. Dus, je kan zeggen wat je wil, Trump noemen velen slecht, maar Obama heeft meer mensen op zijn geweten. Maar wat Trump zei van de pers, en ik heb zelfs journalistiek gedaan, klopt, voor een groot gedeelte klopt dat. Ik heb het niet helemaal gevolgd. De pers is een en al commercie. Als ze een sappig verhaal kunnen maken van een eenvoudige gebeurtenis, dan doen ze dat. Om het ja, ze moeten verkopen. Een echte journalist, die kijkt naar de feiten en die geeft de feiten weer. En gaat het niet kleuren of het nou links is of rechts. Maar objectiviteit kost geld. En subjectiviteit levert geld op. Dus. Nou, we zien ons vast. Ik ben wel benieuwd wat je met dat gras echt serieus doet. Eten. Dan meen je echt? Eten, ja. Gezond. Heb je internet? Ja, nog vandaag nog wel, maar vorige maand... Gras eten is heel gezond.
Maar heb je een website waar je dat doet dan? Nee, staat er gewoon op. Gras schuurt de maag, maakt de darmen schoon. Heel veel mensen... Zeg mijn ouders over het zand. Een beetje zand, dat schuurt de maag. Zand is dus niet goed, maar gras kan je eten. En je hebt een hond en je weet als zij buikpijn heeft, eet ze gras. En dat doe jij ook? Dat doe ik ook. Iedere dag een beetje gras. Dit is magisch gras? Nee, het is gewoon gras. Oh, dat het is een beetje van de weg af. Oké. Dus het is wat gezonder. En het ziet er niet uit dat hier gespoten is, omdat hier van alles groeit. Het is al 15 jaar niks aan gedaan. Zeg maar. Want het is goed. Je weet, de wereld gaat niet kapot door dieselauto's, maar door overbevolking. Ja, deze plekjes worden zeldzaam. Ja, daarom heb ik het ook aangeschaft. En lekker van de biologische vruchten en eten genieten dat hier heeft voor jullie. Ja. Nou, ik wens je succes. Dankjewel. Waarschijnlijk ben je een bijzonder mens. Vast en zeker, ja. Dus, we zien ons. Ja. Hoi, ja. Oh, nu is het licht aangelaten. Ja, als deze niet goed is, moet ik toch kunnen fietsen. Ja, eentje is weg, ja.